Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, toch in deze vervelende periode. Waarbij gisteren natuurlijk hoofdmeester Rutte iets heeft verteld aan het land. Daar wil ik even kort mee beginnen. Maar wat er ook verteld is in ieder geval, probeer zoveel mogelijk te blijven bewegen. En jullie mogen dat nog. Ik mag dat niet meer in de sportschool of in de sporthal. Maar gelukkig mag ik nog wel op mijn fiets buiten wat doen. En ik mag gewoon nog hardlopen. Dus, maar jullie mogen gelukkig nog wel een stuk meer. Welkom nogmaals. Mijn naam is Frank van Rooyen. Dus ik ben meester Frank, zoals jullie dat misschien hebben gezien. En ik werk voor Topsport Amsterdam. Dus ik klets een beetje tegen jullie aan vanuit Topsport Amsterdam. Wie we zijn en wat we doen. En ik ben ook nog volleybaltrainer. En daar heb ik 10 jaar lang eredivisie en eerste divisie en jeugd en jong oranje trainen mogen geven. En een heleboel van die ervaringen kon ik gelukkig meenemen in mijn werk bij Topsport Amsterdam. Nou, ik ga naar de volgende slide. Als jullie trouwens vragen willen stellen via de chat, dan kan dat. Dan zal ik ze proberen te beantwoorden. Die krijg ik uiteindelijk door. Dus schroom niet om via de juf of de meester uiteindelijk een vraag te stellen. Je ziet nu een hele mooie luchtfoto van het Olympisch Stadion. Met een blauwe pijl aan de linkerkant. En die blauwe pijl die geeft aan waar ons kantoor van Topsport Amsterdam zit. En we zitten op een prachtige locatie. Wij kijken elke dag als we op kantoor mogen werken. Want helaas, helaas, ook dat mag ik nu eventjes niet. Dus ik zit vanuit huis dit te presenteren. Maar als ik weer op kantoor ben, dan zit ik daar en we koekeloeren aan de ene kant dus uit op het grasveld en op de atletiekbaan. En aan de andere kant koekeloeren we uit op het Johan Cruijffkoord, wat daar aan de noordkant van het Olympisch Stadion staat. Nou, voor jullie, als je zegt, goh, ik wil eigenlijk misschien wel een beetje volgen wat jullie nou allemaal kunnen doen. Ik heb linksonder in deze sheet, zeg maar, de route naar Instagram gedaan voor jullie. Dus als je ons wil volgen, ga naar Topsport Adam toe. En dan kan je ons volgen en wat wij doen. Nou, klein beetje nog verder. Dit is een hele slechte foto natuurlijk. Wazig en alles. Maar dit is een foto van al eventjes geleden. In de premobiele telefoontijdperk. Vandaar dat het een beetje wazig is. Maar je ziet mij links staan, niet die kalende, want ik heb mijn haar gewoon nog, maar die tweede, voor mij in ieder geval links, voor jullie misschien rechts. Ik was hier de hoofdcoach van Jeugd Oranje Volleybal, van de dames of van de meisjes, zoals je het hier ziet. En ik heb aan deze lichting, zoals dat dan heet, meisjes die instroomden toen ze 14, 15 jaar waren en toen ik ze uiteindelijk gedag zwaaide waren ze 17 jaar. Nou, hebben wij uiteindelijk deze foto, hebben wij een zilveren medaille gehaald op het Europees kampioenschap. Voor die leeftijd inderdaad. We hebben nog meegedaan aan de Jeugd Olympische Spelen in Rusland met ze. We hebben nog wereldkampioenschappen gespeeld met ze. Al deze meiden die hier op de foto staan, hebben uiteindelijk in Nederland eredivisie volleybal gehaald. Van deze groep heeft één van die dames, die staat voor mij in ieder geval op de bovenste rij rechts. Het nummer kan je net niet zien op de borst, dus kan ik even niet aangeven. Maar in ieder geval op de bovenste rij van de dame waar je het borstnummer niet van kan lezen. Zij heeft uiteindelijk nog de Olympische Spelen gehaald. In 2008 was dat alweer enige tijd geleden, waar zij met beachvolleybal uiteindelijk de Olympische Spelen haalde. Geen medaille gewonnen, maar wel uiteindelijk haar maximale resultaat bereikt. Die anderen hebben ook hun maximale resultaat bereikt. En ze zijn allemaal begonnen vanuit een plezier. Daar is iedereen mee begonnen. Ze zijn allemaal met volleybal of met een andere sport begonnen, omdat ze plezier hadden om te bewegen. En dat is wel wat ik jullie wil meegeven. Doe een sport, blijf aan een sport doen, vooral omdat je er plezier aan beleeft. Succes is heel fijn, maar plezier daarin vasthouden, dat is eigenlijk wel het allerbelangrijkste voor jullie. Nou, wat mag ik in mijn werk bij Topsport Amsterdam zoal doen? Dit was vorig jaar. Ik mag daar af en toe wat dingen presenteren. En ik mocht vorig jaar met een dame die normaal Studio Sport presenteert, mochten wij het Sportgala van Amsterdam presenteren. En daar worden altijd de sportman, sportvrouw, sportploeg, de coach en het talent van het jaar wordt daar bekendgemaakt. En vorig jaar was dat Erik ten Hag, dus de trainer-coach van
van Ajax, die meneer rechts. Dus die mocht ik wat vragen stellen daarin. Hartstikke leuk om te doen. Een jaartje daarvoor was ik geen presentator, maar mocht ik ook op het Sportgala natuurlijk aanwezig zijn, want wij organiseren het Sportgala van Amsterdam. En die dame in het midden, die zullen jullie misschien niet kennen. Die meneer rechts, Frenkie de Jong, voor mij rechts in ieder geval, voor jullie misschien links. Maar die behoeft denk ik geen introductie. Dus dat is Frenkie de Jong. Frenkie werd in dat jaar talent van Amsterdam, dit is 2 jaar geleden. En de dame in het midden, dat is Jamiel Samuel. En Jamiel werd uitgeroepen in dit jaar tot sportvrouw van Amsterdam. En ik ken Jamiel al vanaf haar 15e, 16e denk ik zo'n beetje. Toen zij als talent voor atletiekvereniging Fanos. En die trainen elke dag in het Olympisch Stadion. Daar ken ik haar al vanaf die leeftijd. En wij hebben haar vanuit Topsport Amsterdam met een aantal zaken kunnen helpen, kunnen begeleiden. Naast datgene wat haar club al deed en haar trainer al deed. Jamiel werd hier sportvrouw van Amsterdam. Jamiel is opgegroeid in Amsterdam-West. Is in Amsterdam naar school gegaan. Is lid geworden van atletiekvereniging Fanos in het Olympisch Stadion. Bleek dat ze daar wel talent in had. Heel trots op het feit dat zij al 2 keer bij de Olympische Spelen heeft meegedaan. In 2012 in Londen en in 2016 in Rio de Janeiro. En zij werd in 2016... toen het Europees kampioenschap atletiek in Amsterdam was, in het Olympisch Stadion, werd ze ook Europees kampioen met de estafette, met Daphne Schippers erbij. Misschien dat die naam jullie wat zegt. Maar onthoud dit gezicht. Jamiel Samuel, echte Amsterdamse dame, die van jongs af aan uiteindelijk met plezier is gestart. En natuurlijk is heel hard werken en heel hard trainen is uiteindelijk voorwaarde om te komen tot het hoogste niveau. En het hoogste niveau is voor een ieder weer verschillend. Want de een haalt misschien uiteindelijk het derde of het vierde. Bij de D'tjes of de E'tjes. Of uiteindelijk straks misschien bij de senioren. Maar plezier en het maximale uit jezelf halen. Ja, dat is voor een ieder verschillend. En het maximale voor Jamiel houdt in de Olympische Spelen. En zij is ook al gekwalificeerd om bij de estafette mee te doen in Tokio aanstaande zomer. Als het allemaal doorgaat. Dus hou haar in de gaten. Volg haar ook eventueel op social media, Jamiel Samuel. Nou, hier zie je een klein beetje mij weer. Hier was ik heel blij. Dit was 2 jaar geleden. Toen was ik eredivisie volleybaltrainer. Dit is in een sporthal in Amsterdam. De dames die je op de achtergrond ziet rennen, dat zijn dames van US. Dat is een volleybalvereniging uit Amsterdam. En wij konden in dat jaar eredivisie spelen. Wij zijn gepromoveerd. We hebben een heel zwaar jaar gehad met heel veel potjes verloren. Af en toe wonnen we een potje. Nou, daar zie je hier een heel mooi voorbeeld van. Maar we moesten altijd de spirit erin houden. En dat is soms lastig als je veel wedstrijden verliest. Maar het is ons wel gelukt. En dit was zo'n moment in de sporthal. Deze sporthal die staat in Amsterdam-Oost. Dit is de Amstel Campus sporthal. En hier wonnen we een potje van het Jong Oranje team. En het Jong Oranje team doet in de competitie mee. Die trainen meer dan wij konden trainen. Maar wij wonnen uiteindelijk hier. Nou, ik heb een klein filmfragmentje voor jullie. Zodat je kan zien hoe blij we waren. Dat we uiteindelijk een wedstrijd wisten te winnen. Ja, dus onthou zeg maar de blijdschap daarin. We zijn weer gedegradeerd, dus we zijn weer naar het ene hoogste niveau van Nederland teruggegaan bij de dames. Maar wat ze wel allemaal hebben onthouden was wat voor reis we samen hebben afgelegd daarin. Ja, een hele zware route eigenlijk die we hebben afgelegd. Veel trainen, veel tegenslag, veel blessures. Uiteindelijk hebben we dit resultaat gehaald. We zijn heel blij geweest met een paar potjes winst.
Maar uiteindelijk, we zijn wel weer gedegradeerd. Spelen nu weer op het ene hoogste niveau. Een vraag zie ik van de klas. Deed u vroeger ook aan sport? En zo ja, aan welke sport? Zeker deed ik aan sport. Ik ben 8 jaar keeper geweest. En dat deed ik in Amstelveen bij Erkenfik. En daarna ben ik gaan volleyballen. En volleybal heb ik zelf gespeeld tot op het ene hoogste niveau van Nederland. Ik was niet goed genoeg om op het hoogste niveau van Nederland te spelen. Er waren anderen die waren daar beter in. Dat moet je ook soms accepteren. Dat je jouw maximaalheid is toch niet goed genoeg om uiteindelijk op het hoogste niveau van Nederland te kunnen spelen. Maar ik heb wel altijd plezier gehouden in wat ik deed. Heel veel getraind. Ja, wij trainen op een gegeven moment maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. 4 keer 3 uur. Dus we trainden 12 uur in de week. Zaterdag een wedstrijd. Nou, dat combineerden we natuurlijk allemaal. Moest ik dat met school en studie combineren. En ik heb voor mij het maximale, zeg maar, eruit gehaald. Nu volleybal ik zelf niet meer, maar ik loop nog wel hard. Dus ik probeer altijd de Dam-to-Damloop te lopen, elk jaar in Amsterdam. En als het lukt, probeer ik een paar weken later uiteindelijk ook de halve marathon van Amsterdam te rennen. Dus op die manier probeer ik fit te blijven. Blijf fit, dat is een boodschap. En ik zie een vraag, hoe zorg je ervoor dat je wordt gescout? En er staat specifiek bij het voetbal. Ja, dat begint toch echt bij je club. Ja, bij je club waar je speelt. Daar is het uiteindelijk de trainers die daar rondlopen. Die zorgen ervoor natuurlijk dat ze zien van hey, die is beter dan de ander. Moet die misschien niet op een wat hoger niveau spelen, met wat meer weerstand spelen. En dat is eigenlijk, ja, je club is daar verantwoordelijk voor. En van je club kan je misschien naar een betere club gaan. En ja, in de omgeving van Amsterdam lopen inderdaad de scouts van een aantal verenigingen lopen rond. Ja, en die kijken dan bij, ja, vaak toch weer de eerste teams, dus de E1 of de D1 van de clubs waar ze dan in scouten. Dus dat is uiteindelijk. Maar het begint bij je club. Daar de trainer, daar de coach van. Die moet jou beter maken. Die moet zorgen dat jij plezier hebt en beter wordt. En kijken of je misschien de volgende stap kan maken. Bij Topsport Amsterdam, waarvoor doen wij het? Waarvoor werk ik samen met mijn bijna 20 collega's vanuit ons kantoor in het Olympisch Stadion? Voor wie doen wij ons werk? Nou, hier zie je een hele mooie foto van de Johan Cruijff Arena. Vol, dus deze is inderdaad van een paar jaar geleden toen de UEFA Cup finale in Amsterdam gespeeld werd. Volle bak, wij doen het voor de sport. En wij doen het voor de stad. Dus we doen het voor Amsterdam. En we doen het eigenlijk voor alle bewegende mensen met talent. Hè, want daar zijn wij voor. We heten Topsport Amsterdam. Daar doen we het voor. En ik neem jullie een klein beetje mee. Dit hoef je allemaal niet te onthouden natuurlijk. Maar ik heb wel een beetje geschetst wat we uiteindelijk allemaal doen. Wij helpen als Topsport Amsterdam de jeugd oranje, de jong oranje selecties en de senioren oranje selecties van een aantal bonden die wonen in Amsterdam, die trainen in Amsterdam en die combineren hun topsport met uiteindelijk een studie. Want ze studeren er allemaal bijna naast tot het moment waarop dat misschien niet meer lukt. Maar hier heb je een goed beeld denk ik van alle sporters van jeugd oranje, jong oranje. De modellen die wij ondersteunen. Dat is natuurlijk ook meer. En ik krijg nog een vraag. Dus ik ga meteen de vraag beantwoorden die jullie je stellen. En de vraag die komt. Vindt u dat voetbalsters evenveel moeten verdienen als de mannen? Een knappe vraag. Ik maak daar een beetje de scheiding tussen zeg maar het gewone werk wat mensen doen. Het werk wat ik doe, vind ik dat mijn collega, als dat een dame zou zijn, daar net zoveel in zou moeten verdienen. Maar bij voetbal vind ik nog dat daar hangen heel veel andere belangen in bij. De aandacht van de tv is vele malen groter bij de mannen. Er komen, hoe graag we dat ook zouden willen, in de eredivisie voetbal bij de dames in Nederland zitten er gemiddeld 700, 800, 900 mensen te kijken. Nou, dat is wel een verschil tussen Ajax, Feyenoord, PSV, FC Groningen, waar er tussen de 20.000 en 50.000 mensen zitten te kijken. En daar moet je toch een deel van je geld mee verdienen als vereniging. De kaartjes die de toeschouwers kopen, ja, en van 700
700 toeschouwers keer een kaartje van 5 euro, kan je niet voetbalsters net zoveel betalen als de mannen nu betaald krijgen. Het geld wat de vereniging binnenkrijgt vanuit de televisie is ook vele malen minder bij de dames dan bij de heren. En dat heeft nou eenmaal te maken met hoeveel mensen kijken er naar. Nou, dus ik hoop dat dat de vraag een beetje beantwoordt. Er is daar nog onderscheid in. Ik denk wel dat vrouwen dat uiteindelijk gaan inlopen en dat zal gaan groeien. Dus dat in ieder geval. Waar doen we het bij Topsport Amsterdam nog meer voor? Ja, je ziet hier 6 foto's uit de afgelopen paar jaren die ik bij elkaar heb gezet. Links zie je inderdaad de Dam tot Damloop die elk jaar gerend wordt. Een evenement waar 45.000 mensen aan meedoen. Middenfotootje zie je op de Dam. Dat was in 2015 het wereldkampioenschap volleybal, beachvolleybal in dat geval. Een van de mooiste plaatjes vind ik toch wel het plaatje rechtsonder met de schaatser in het Olympisch Stadion. 2 jaar geleden was het wereldkampioenschap schaatsen allround in het Olympisch Stadion. Daar lag natuurlijk ook een kunstijsbaan. Die heeft daar 4 weken gelegen. Misschien dat een aantal van jullie daar op heeft gestaan op die ijsbaan. En vervolgens hebben ze hem helemaal wedstrijd klaargemaakt voor alle toppers. Sven Kramer heeft hier geschaatst. De dames, Irene Wüst heeft hier geschaatst. Ik vind dat een van de mooiste evenementen. 3 dagen lang uitverkocht huis in het Olympisch Stadion. Maar je ziet ook linksonder 3-3 basketbal op het Museumplein. En het EK atletiek wat in het Olympisch Stadion was. En hockey zie je middenonder staan. Volgend jaar, in juni, volgend jaar. Ja, ik praat even tegen de groep 8 leerlingen. Als jullie natuurlijk vrij zijn. Hè, want jullie hebben dan natuurlijk al de CITO gedaan. Jullie zijn dan al net aan klaar misschien eind juni. Maar dan is het Europees kampioenschap hockey weer in het Wagenaarstadion, in het Amsterdamse Bos. Dus als je van hockey houdt, ga vooral kijken. Ik krijg een hele leuke vraag doorgespeeld. Werd u soms boos op de trainer of als trainer, denk ik dat jullie bedoelen? Ik werd af en toe wel boos. Maar dat was dan vooral gericht op het feit dat wij afspraken maakten van jij doet dit in de wedstrijd en als die dame zeg maar die bal slaat, dan pak jij die bal en jij pakt dan die bal. Ja, en als dan bepaalde afspraken daarin niet nagekomen werden, ja, dan moest ik daar mensen wel op aanspreken. En soms moest dat wat strenger, want we speelden uiteindelijk, je speelt vanuit je plezier, maar uiteindelijk wil je natuurlijk aan het einde wil je wel winnen. Ja, en als dan toevallig een speelster een paar keer een bal laat vallen omdat ze niet oplet, ja, dan moest ik die speelster daar wel op aanspreken. En soms lijkt dat boos, maar het is eigenlijk wat meer zeg maar, met verheven stem iemand op zijn verantwoordelijkheid zeg maar, aanspreken. Van, hé, jij zou toch die bal pakken? Waarom laat je hem vallen daar? Nou, dat gaat meer op die manier. Ja, schelden doe ik niet daarin. Dat heeft helemaal geen zin. Mocht je dat een keer in je eigen sport meemaken, dat een trainer of een coach dat soort dingen doet, nou, dan zou ik daar in ieder geval met je eigen ouders het eventjes over hebben. Want dat is niet de bedoeling. Want het gaat om plezier en ook winnen. Start uiteindelijk met plezier. En daar moet je soms een bepaalde afspraken in nakomen. Nou, in een aantal gevallen lukt dat niet. Dan moest ik wat bozer worden. Hier zie je nog 4 foto's van eredivisievereniging. Ik kon ze er lang niet allemaal op plakken. Want we hebben er in Amsterdam hebben we er veel die op het allerhoogste niveau van Nederland actief zijn. Ga ook vooral een keertje kijken, als het weer mag natuurlijk. Ergens eind januari hoop ik. Ga eens een keertje kijken bij een sport waarvan jij zegt, dat lijkt me misschien wel wat. Toe, kaartjes voor Ajax mannen, dat gaat allemaal niet lukken. Is allemaal al uitverkocht. Maar er is nog zoveel mooie sport waar je kan kijken. En waar je soms gewoon gratis naar binnen kan lopen. Of voor een paar euro al een kaartje kan kopen. Dus probeer dat een keer te doen. Misschien raak je geïnspireerd door die sport. Ja, deze dames, het zal jullie niks zeggen. Maar 2 dames die in Amsterdam uiteindelijk aan roeien hebben gedaan. Die heel erg goed waren. Die wij ook geholpen hebben in een heleboel vlakken. En hier staan ze met een gouden medaille bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. 4 jaar geleden in 2016. Ilse Paulus en Maaike Het zie je staan. En voor mij links de dame. Misschien zien jullie er rechts. Maar die roeit nog steeds.
Die roeit in Tokio ook weer op de Olympische Spelen. Dus we gaan kijken of die misschien een tweede gouden medaille kan halen. Maar ja, hier doen we het uiteindelijk voor. Mensen die ja, niet alleen Olympisch kampioen, Nederlands kampioen, top van Europa, in jouw sport zeg maar het maximale eruit halen. Nou, wat doen we dan voor die sporters? Want dat, lees dit lijstje eventjes rustig door. Een aantal dingen herhaal ik, maar we helpen sporters met wonen. Want als jij, nou, als jongste sporters zijn denk ik de groepen die naar Amsterdam komen 14, 15 jaar. Die komen vanuit heel Nederland, komen die naar Amsterdam. Wij hebben op Meer en Vaart in Amsterdam-West hebben wij een heleboel studentenkamers die wij uiteindelijk kunnen regelen voor de sporter. Daar zit begeleiding bij, dus daar zit, zoals dat dan heet, topsportleefstijlbegeleiding bij. Er zit begeleiding op het gebied van studeren bij. Daar zit voedingsadvies bij. Er wordt ook gekookt voor die sporters. Dus die eten elke keer goede voeding daarin. Je zult best af en toe zullen ze een keertje snoepen. Maar ze leren wel dat goede voeding is jouw brandstof om de volgende dag weer 2, 3, 4 uur te kunnen trainen. Nou, dat doen we allemaal vanuit een topsportkeuken die wij op de Bosbaan hebben. En daar wordt elke dag worden daar ongeveer 200 lunches en diners klaargemaakt. Die afbereid meteen naar de locatie worden overgebracht. En daar eten die sporters dat uiteindelijk op. In de jonge leeftijd, vanaf 14, 15 tot zeg maar 22, 23, is de combinatie van je sport, heel veel trainen. En dat is 20 uur in de week dat ze trainen. Elke dag 2 keer waarschijnlijk, 's ochtends en 's middags. En daartussendoor moeten ze gewoon naar school of hun studie doen. Dat kan een mbo-studie zijn of een hbo of de universiteit. Er zitten een heleboel op het voortgezet onderwijs op een zogeheten topsportschool. Die zit in Amsterdam-West, dat is het Calland Lyceum. Dat is een zogenaamde loodschool. Daar mogen ze uiteindelijk bepaalde uren vrijgeven, zodat je meer kan trainen. Nou, dat is niet op elke school. Maar de meeste scholen, voortgezet onderwijsscholen, helpen toch wel mee, omdat ze toch trots zijn op de leerling. Die uiteindelijk zijn talent of haar talent combineert. Ik krijg nog een foto. Bent u wel eens uitgescholden door een volleybalster? Nou, niet in mijn gezicht. Niet uitschelden. Wel discussie. Zeker met mijn aanvoerder. Waar hadden we afspraken mee. Dat zij mij mocht vertellen wat zij ervan vond. En wat de teamgenoten ervan vonden. Maar dat was altijd, zoals je dat heet, zakelijk. Dus het is nooit dat ik als Frank een eikel ben. Maar dat ze Frank als trainer aanspreken daarop. Zoals ik hun ook altijd aanspreek op Saskia, dat was mijn aanvoerster toen, als aanvoerster. Niet als persoon, want na de wedstrijd zie ik haar weer anders dan in het veld. Dus er zijn wel eens harde woorden gevallen. Dat zeker. Maar uitgescholden, nooit. Hoe oud was je toen je op je eerste sport zat? Ja, in mijn tijd waren er nog geen F'jes bij het voetbal. Dus ik ben pas in de E'tjes ben ik begonnen. Eerder dan dat kon je niet instromen. Dus toen ik denk, nou, dat zal een 8 zijn geweest of zo, denk ik. Toen kon ik voor het eerst op voetbal. Als keeper bij Erkenvik. Organiseert Amsterdam ook wielrenwedstrijden? Jazeker organiseert Amsterdam ook wielrenwedstrijden. Weliswaar ook binnen. Je hebt op het Velodroom in Amsterdam-West. Daar zijn heel veel wielrenwedstrijden die daar zijn. De Zesdaagse is daar jarenlang geweest. En op groter vlak, zeg maar, hebben we een paar jaar geleden de start van de Ronde van Italië, de start van de Giro d'Italia, is 3 dagen lang Amsterdam daar startplaats geweest van een etappe. Fantastisch. De proloog, de tijdrit, die startte op het Museumplein. En die eindigde in het Olympisch Stadion. Dus dat was de hele dag, zag je daar de top van de wereld uiteindelijk wielrennen. Maar over het algemeen is het natuurlijk wielrennen in een stad is wat lastig. Zeker met al die tramrailsen. Maar in het Velodroom in Amsterdam-West. Ja, daar kan je aan baanwielrennen kan je daar doen. En er zijn 3 verenigingen in Amsterdam. Die hun eigen parcours hebben. Waar je ook kan wielrennen. Dus ik hoop dat ik dat antwoord gegeven heb. Dus in die jonge categorie zit het vooral in die afstemming met studeren, trainen. Hoe ga je om uiteindelijk om je als topsporter te gedragen? Je moet dan krachttraining doen, dat begeleiden we. Je moet goed eten, dat begeleiden we.
Soms komt daar al commerciële dingetjes bij kijken, maar dat zie je eigenlijk in 90% van de gevallen nog niet. Voetbal voor Ajax doen we niet, want dat doet Ajax zelf. Ja, die jongens die zitten natuurlijk wel op commercievlak al wel. Bent u bij alle sporten bij de Olympische Spelen geweest om te kijken? Nou, niet alle, maar ik ben 2 keer bij een Olympische Spelen geweest. Dat was in Athene in 2004 en in Londen in 2012. Had er graag op andere momenten bij geweest, maar ik wil ook wel op vakantie met mijn kinderen. Dus soms is dat niet allemaal te combineren. Dus 2 keer ben ik bij de Olympische Spelen geweest. En dan probeer je met zoveel mogelijk kaartjes uiteindelijk zoveel mogelijk dingen te bekijken. Maar dat gaat niet allemaal. Ja, ik heb hier een beetje een piramide, zoals dat heet, geschetst. Ik heb hem even voor het volleybal heb ik hem gemaakt. Wat we net al zeiden, van hoe word je gescout als voetballer? Nou, dat geldt voor het volleybal en voor elke andere sport natuurlijk hetzelfde. Dat begint ergens bij de vereniging. En als jij door jouw coach zeg maar gezegd wordt van, nou, ja, ik denk dat jij wel iets meer kan dan dit. En misschien ligt jouw top wel ergens wat hoger. Dan stroom je in op het onderste vlakje, de regionale jeugdopleiding indoor. Daar stroom je dan in. En dan hebben we het over 14, 15-jarigen ongeveer. Ben je beter dan dat? Nou, dan mag je één trapje omhoog. Word je dan nog beter en vind je het nog steeds leuk om zoveel te trainen en om je ambitie na te streven, dan kom je in pre-jeugd oranje. Dan is het bij de dames onder 16, bij de jongens onder 17. En je ziet het hier uiteindelijk doorgaan. Je gaat naar jeugd oranje door en dan maak je de stap. Misschien wel dat je zegt, nou, ik vind beachvolleybal leuker dan binnenvolleybal. Maar dat betekent ook dat je dan al een keuze moet maken om dus niet meer aan zaalvolleybal te gaan doen. En dat stroomt helemaal door tot de bovenste topje. En dan zit je, zoals dat heet, in het talent team. En dat betekent dat je uit huis gaat. En dat je dus fulltime op Papendal gaat wonen. Dat is bij Arnhem in dit geval. Het is eigenlijk hetzelfde als wat de sporters doen die naar Amsterdam komen. En dat betekent dat je daar 20 uur in de week traint. En dat je eigenlijk in combinatie met je studie een beroepsopleiding volleybal krijgt. Want daarna heb je de kans om professioneel volleyballer te worden. Klein beetje in Nederland en anders ergens in het buitenland professioneel volleyballer. Heeft u wel eens een eerste prijs gewonnen met uw volleybalclub? Ja, ik heb wel eens eerste prijzen gewonnen. Toen was ik zeg maar op het ene hoogste niveau van Nederland. Was ik trainer bij een club. En toen zijn we 2 jaar op rij zijn we kampioen geworden. Dat was toen de spelregel, we mochten alleen niet promoveren naar de eredivisie. Dat was jammer, maar we zijn 2 keer op rij zijn we toen kampioen geworden. En ik ben heel trots op de dames waarmee ik zilver heb gewonnen. Want ik zie er echt wel als zilver gewonnen tijdens het Europees kampioenschap volleybal. Dat vind ik echt nog wel een hele mooie prijs. Ik heb nog 2 minuten, 3 minuten, dus ik klets nog eventjes door. Kijk, dit is een mooie slogan natuurlijk. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Wat het betekent en inhoudt is eigenlijk wat je ziet in de sport. Maar ook met muziek en ook in allerlei andere zaken natuurlijk. Maar dat geldt ook voor gewoon leren, rekenen, taal en straks voor op school. Dat mensen die hard werken eigenlijk talent verslaan omdat talent soms misschien niet hard genoeg werkt. Zo moet je hem een beetje lezen. En ik heb uiteindelijk, als ik hier een beetje de parallel mag trekken met jullie. Hè, iemand moet heel hard werken om uiteindelijk straks op de hogere school zeg maar een 6 of een 6,5 te halen. En die heeft er heel veel tijd in gestoken. En iemand die daar misschien heel veel talent voor datzelfde vak heeft en niks doet. En die misschien met 2 vingers in de neus ook een 6 haalt. Ja, die wordt eigenlijk dan verslagen door degene die gewoon heel hard werkt. Nou, en neem die boodschappen in ieder geval mee. Dat hard werken, of dat nou met je sport is, of met je studie, of school, of met muziek, of andere talenten of dingen die jij leuk vindt. Ja, dat is uiteindelijk wel waarom het draait. Hard werken, met plezier hard werken. Heeft u wel eens bij gehandicapten sport gekeken? Zeker heb ik dat gedaan. Sterker nog, eind juli, begin augustus mochten er natuurlijk weer wat evenementen georganiseerd worden. En toen ben ik nog in Amstelveen bij het Nederlands kampioenschap rolstoeltennis wezen kijken. Jiske Griffioen is 2 keer sportvrouw van Amsterdam geweest.
Die heb ik daar uiteindelijk zien tennissen. Dus, ja, inmiddels een, zeg maar, een goede kennis van me. Ben ook bij haar wezen kijken op de Paralympische Spelen in Londen. Heb haar daar in, zeg maar, in actie gezien. Zeer indrukwekkende sporten zie je daarbij bij, bij Paralympische sport in ieder geval. En heel leuk dat jullie die vraag stellen, want ik klik hem door. En dat is de laatste slide die ik heb. Je ziet hier Fleur Jong. En je ziet bij haar dat haar onderbenen eraf zijn. Zij was gewoon volledig, zeg maar even, valide. Zij had haar armen en haar benen volledig tot haar dertiende, veertiende zo'n beetje. Werd ziek, kreeg een bloedvergiftiging uiteindelijk. Ging het ziekenhuis in, ging in coma, werd wakker. En toen ze wakker werd, waren haar onderbenen eraf. En van een groot gedeelte waren haar vingers eraf. Nou, dat is vreselijk om mee te maken, maar ze hebben op die manier haar leven kunnen redden. Het bloed bleef bij haar vitale organen, dus het hart, de hersenen, de longen. Daar bleef het bloed nog stromen, maar aan het uiteinde van haar lichaam, dus bij haar vingers en bij haar benen, daar stroomde het niet meer. Het resultaat was dat er dus onderbenen geamputeerd moesten worden. Maar Fleur heeft, en dat is die slogan rechts, wees niet te voorzichtig. Als je de grenzen niet opzoekt, kom je er nooit achter dat ze verder weg liggen dan je denkt. Doe dat niet thuis in duel met je ouders, maar probeer dit met de sport te doen. Zij heeft inmiddels alles geaccepteerd en staat zo positief in het leven. Van, ja, weet je, ik heb er geen invloed meer op, ik kan er niks aan veranderen. Ze is wel een hele periode heel verdrietig geweest natuurlijk daarover. Maar nu uiteindelijk is zij wereldrecordhoudster op de 100 meter in haar categorie. En zij heeft zich al gekwalificeerd voor de Paralympische Spelen van komende zomer in 2021 in Tokio. Dus zoek die data ook op, de gewone Olympische Spelen. En 3 weken later, daarna zijn de Paralympische Spelen. En daar zie je Fleur Jong uiteindelijk in actie komen. Dus geniet daarvan. Nogmaals, je ziet hier nog een roeiboot met Amsterdamse roeisters die volgend jaar kans maken op komende Olympische Spelen. Zij werden Europees kampioen een paar weken geleden. Dus blijf het volgen. Ik wil jullie danken. Je ziet hier de 3 Amsterdamse kruisen. Dit is Amsterdam. En met een beetje creativiteit zie je inderdaad de T en de A van ons. In de 3 Amsterdam kruisen zitten, de Andreas kruisen van Amsterdam. De lijnen symboliseren voor alles, zeg maar, een sportlijn die er zit. Dit is Topsport Amsterdam. Dit is wie ik ben. Ik vond het ongelooflijk leuk om aan jullie deze online gastles te geven. Voor jullie zit jullie laatste dag op school, want jullie moeten vanaf morgen toch ook allemaal naar huis. Ik hoop dat dat goed gaat met papa en mama, eventueel de broertjes en zusjes. Buitenspelen kan, doe het alsjeblieft. Ga lekker met een bal of met iets anders of rennend of klimmend aan de slag. Maar juf, meester, hele fijne kerstdagen. Alle leerlingen ook tegen wie ik nu zit te praten, hele fijne kerstdagen. Tot ziens!